Mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis hebben moeite met intieme relaties. Ze zijn bang om in de steek gelaten te worden. Mensen met borderline worden ook wel omschreven als zwart-wit denkers. Ze zien mensen in hun omgeving als goed of fout en wisselen, idealiseren en kleineren af. Een tussengebied is er niet. Naast deze problemen met de relatie zijn er ook een aantal kenmerken waaraan je iemand met borderline kunt herkennen. Ten eerste, ze worden vaak overspoeld met emoties. Ze hebben sterke stemmingswisselingen en last van onbeheerste woede of agressie. Ten tweede, ze gedragen zich vaak impulsief en brengen hunzelf hierdoor in de problemen. Ten slotte weten mensen met borderline eigenlijk niet zo goed wie ze zijn. Daarom hebben ze constant een gevoel van leegte. Om deze stoornis te ontwikkelen, spelen verschillende factoren een rol. Dit zijn erfelijke eigenschappen, traumatische jeugdervaringen en emotionele verwaarlozing, waardoor iemand zich niet veilig heeft kunnen hechten aan zijn of haar ouders of verzorgers. Een behandeling die kan helpen is schematherapie. Het uitgangspunt daarvan is dat iedereen in zijn jeugd bepaalde overtuigingen, schema's vormt over de werkelijkheid. Negatieve schema's zoals niemand houdt echt van me, beïnvloeden je gedrag die telkens opnieuw problemen geeft. In de therapie leer je om dit soort schema's te veranderen. Uit onderzoek blijkt dat 2/3 van de borderline patiënten uiteindelijk baat heeft bij schematherapie. Omdat geen één persoon met borderline persoonlijkheidsstoornis hetzelfde is, is het lastig om precies advies te geven hoe je met borderline kunt omgaan. Wel zijn er een aantal algemene tips te geven, zoals: stel op een liefdevolle manier grenzen. Kom op voor je eigen gevoel en behoeftes. En bekrachtig positief gedrag.